vandaag de hoorzitting aanvatten. En dan wie zegt. Het bestuursdecreet in deze verenigde commissie. Dus we zullen meteen van start gaan. Voilà, meneer Wekers heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. En, moet ik nog een verslaggever aan? Nee. Verslag te maken. Ik moet ook nog een verslaggever aanduiden. De hoorzitting. Niemand? Ik stel Bert Maartens voor. Oké, meneer Bert Maartens. Dank u wel, voorzitter. Ik apprecieer het uiteraard ook dat ik de kans krijg om gehoord te worden. Ik heb gevraagd om over 3 punten gehoord te worden. En ik heb mijn 2 punten van de 3 even ook kort op het scherm gezet. Het gaat mij namelijk over toegang. 2 keer. Het bestuursdecreet is een decreet dat de ombudsman enorm apprecieert. We appreciëren het bestuursdecreet omdat er een luik in zit rond de hele workflow eigenlijk van hoe de Vlaamse overheid probeert op een goede manier met de burger om te gaan. En die hele workflow in dat decreet zie je heel goed. Hè. Dus dat betekent goed communiceren. Communiceren. Dat heet ook wel actieve openbaarheid van bestuur. En vervolgens goed antwoorden op meldingen. En als het dan naar onvrede omgaat, ook goed omgaan met onvrede, of die nu een klacht zijn bij de overheid zelf, of vervolgens een klacht bij de ombudsman. Heel die beweging in de Vlaamse overheid is in 2001, en in als ik heel kort in de geschiedenis ga, eigenlijk in 1998 en in 2001 door dit parlement via voorstellen van decreet in gang gezet. We komen met een geschiedenis van ongeveer 20 jaar van voorstellen van decreet die het klachtendecreet hebben gemaakt en die het ombudsdecreet hebben gemaakt en die eigenlijk een flink duwpor aan die beweging hebben gegeven. En vandaag zijn we 2018, gaat een stuk van die regelgeving van dat decreet op in het bestuursdecreet, wat we toejuichen. En komen we eigenlijk ook in een volgende inhoudelijke stap. Dat is de appreciatie die u als eerste woord ook ziet op het scherm. Appreciatie van de ombudsman daarvoor. Waarom? Omdat het ontwerp in de artikelen 275 en 282 heel duidelijk zegt dat we het niet zomaar bij een formeel klachtrecht willen houden. Nee, het ontwerp zegt, we willen ook aan de burger die klaagt bemiddeling aanbieden waar dat mogelijk is. En we willen ook bemiddeling aanbieden, zelfs voor processen waarvan we in een moderne overheid eigenlijk alleen maar de regie doen. Dus in 275 kan u lezen dat dit klagen en dit bemiddelen vooral ook slaat op processen die door partners van de overheid worden gedaan in opdracht van de overheid. Ik geef vaak het voorbeeld van de dienstenchecks, hè, waar we na het jaarverslag bijvoorbeeld met minister Muiters samen vastgesteld hebben dat de firma Sodexo nog een weg te gaan heeft en dat een volgende beheersovereenkomst daar ook nog meer nadruk op klachtenbehandeling en bemiddeling moet leggen. Dat is dus de appreciatie, heel duidelijk. Maar u zal beseffen dat ik geen hoorzitting gevraagd heb, enkel om appreciatie uit te spreken. Ik heb 2 opmerkingen over de toegang tot zowel de klachtenbehandeling als de ombudsman. De eerste opmerking die ik wil maken is over de toegang tot de ombudsman zelf, tot de Vlaamse ombudsdienst dus. En in korte woorden gezegd is het zo dat de figuur van de ombudsman altijd gestoeld is geweest op een heel helder compromis. En dat compromis is heel duidelijk, dat zegt, die ombudsman is een aparte figuur binnen de rechtsstaat. We geven die geen enkele harde bevoegdheid, dat is het uitgangspunt, geen enkele harde bevoegdheid. Maar aan de andere kant geven we die toegang tot alle kamers van de overheid. Elke sleutel gaat open, er is geen deur die voor de ombudsman zelf gesloten blijft. Dat is in essentie wat de job van de ombudsman is. Geen macht,
wel toegang. Als ik naar 20 jaar Vlaamse ombudsdienst kijk, dan moet ik zeggen dat we soms hardhorige overheden moeten herinneren aan dat principe. Wanneer zij sleutels voor ons en deuren toehouden, moeten we soms op die basis, op dat basiskenmerk van de overheid wijzen. En heel af en toe heeft het parlement ons de voorbije jaren ook geholpen om die toegang open te houden. Bijvoorbeeld een aantal jaren geleden zijn we naar de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden gegaan om te zeggen dat we ook personeelsdossiers via de klachtenregeling en het ombudsdecreet wensen te behandelen. Het parlement is ons daar ook vrij logisch in gevolgd. Die toegang tot de ombudsman staat ook trouwens vrij logisch geregeld in artikel 3 van het ombudsdecreet, waar je geen enkele uitzondering vindt op de plaatsen waar de ombudsman toegang van heeft. Als je dat bijvoorbeeld doortrekt naar het bestuursdecreet, dan zal u zien dat in het hoofdstuk over de normen over overheidscommunicatie er een gevolg wordt gegeven aan een vaststelling die de ombudsman vorig jaar op een kabinet gemaakt had. Als een minister officiële overheidscommunicatie ondertekent met partijlogo's. We zijn daar logischerwijze binnengegaan, binnengewandeld. We hebben vastgesteld dat we dat geen goede praktijk vonden. En vandaag in het bestuursdecreet vindt u een aanpassing van de normen over de overheidscommunicatie die op basis van die aanbeveling daar de gepaste conclusie uit trekt. Zo komen wij bij heel wat beroepen en beroepsgroepen terecht waar de toegang eerder gevoelig ligt. We komen terecht in het GO bijvoorbeeld, die een grondwettelijke bescherming heeft in een artikel van de grondwet, die zegt dat je daar eigenlijk maar met 2/3 meerderheid bevoegd voor kan worden. Dat is een grondwettelijke bescherming die ons in het verleden en ook vandaag niet nooit verhinderd heeft om overal in het GO toegang te krijgen tot dossiers. Wij komen bij gerechtsdeurwaarders, bij advocaten, als die in opdracht van de Vlaamse overheid werken. Wij komen bij geneesheren, bij medische dossiers, wanneer die zich situeren in de UGent, in het OPZ van Rekem, in het OPZ van Geel. Al die dingen, al die toegang heeft in 20 jaar ombudsman, nogmaals, af en toe hebben we op de hamer moeten kloppen, maar we hebben geen deuren gesloten gevonden. Een wat langere inleiding over toegang om een voornaamste punt te maken. Artikel 285 gaat in tegen artikel 3 van het ombudsdecreet. Er is in artikel 285 een redenering ontwikkeld die zegt dat bepaalde beroepsgroepen best zouden uitgesloten worden van de toegang tot de ombudsman. Wel, ik ben het dus niet eens met die analyse. Die analyse lijkt mij ook te steunen op een verkeerd begrip van wat de ombudsman nu al 20 jaar is en doet. De ombudsman is namelijk geen toezichthouder van geen enkele overheid. De ombudsman is een plek waar je een alternatieve manier hebt om geschillen proberen op te lossen. Nooit ligt de nadruk bij de ombudsman op de toezichtsfunctie. Nee, de nadruk bij de ombudsman ligt op het oppakken van de vrevel en het kijken of er een oplossing mogelijk is. Als dingen onder een toezicht moeten vallen of zelfs een strafrechtelijke afhandeling, ja, dan is er in de dossiers die de ombudsman behandelt, is er steeds een instantie die daarvoor kan zorgen. Tot slot, als die ene bepaling dan mogelijkerwijze nog een verband zou hebben met de nieuwsredactie van de VRT, want ik lees dat in de toelichting, ja, dan is ook niet heel consequent. Ik ben ook de ombudsman van de VRM, moet u weten. Dus als u de ombudsman blijft toegang geven als klachtenbehandelaar en als bemiddelaar van de VRM, ja, dan ben je onrechtstreeks nog altijd bevoegd voor gebeurlijk niet goed uitgeoefend toezicht op de VRM. Enfin, mijn eerste punt is duidelijk, denk ik. Ik vind dat artikel 285 niet past in de figuur en in de toegang tot de ombudsman zoals we die al 20 jaar in Vlaanderen in de praktijk brengen. En eigenlijk heb ik nog een tweede opmerking, vermijd formalisme, paraplu heb ik ze genoemd, en die gaat opnieuw over toegang. We zitten nu in artikel 276, paragraaf 2 van het ontwerp, waar gevraagd wordt dat klagers, wanneer zij in de eerste lijn klagen bij een overheidsdienst, hun naam en toenaam, hun adresgegevens, zo is het letterlijk,
opgeven of geven aan de overheid. Op zich kan geen mens daar bezwaar bij hebben, uiteraard. Hè. Als dat, als ik kijk naar de klachten die ik behandel, denk ik dat er zeer relatief of tot zelfs zeer weinig mensen bezwaar maken wanneer we hun naam en adres vragen. Maar natuurlijk doen we dat alleen wanneer het nodig is. Hè. Wanneer iemand bij ons of in eerste lijn klaagt over zijn onroerende voorheffing, ja, dan is het uit de aard van de klacht zelf nogal duidelijk dat we de naam en de toenaam kennen. We hebben dan de klantgegevens, we hebben de KI-gegevens, we kennen de naam en het adres. En dat geldt voor heel veel klachten uit ons bestand. Mensen die klagen over de watergroep, over de lijn, noem maar op. Ja, daar hebben we die gegevens allemaal. Hebben ze ook niet nodig. En dan zijn er een heel aantal klachten waar de gegevens ook totaal niet relevant zijn. De doorgereden bus, de architect die klaagt over het omgevingsloket. Het zijn klachten waar we de relevantie niet zien. Maar mijn voornaamste bezwaar zit in mijn derde argument, en dat is de formalisme paraplu. Ik weet, en ik denk dat ik weet ook waar ik over spreek, ik rapporteer u er ook elk jaar over, niet iedereen bij de overheid zit al met dezelfde snelheid in de cultuur van omgaan met meldingen en klachten. Er zijn duidelijk achterblijvers, ik benoem ze ook elk jaar. Ik feliciteer de diensten die voorop lopen, dat weet u ook. Maar ik benoem ook de achterblijvers. En ik denk dat deze bepaling hen te gemakkelijk een extra kans geeft om die paraplu van formalisme op te steken. En het is ook om die reden dat ik ervoor zou pleiten om de formulering zoals ze altijd al geweest is, en die een simpel nuanceverschil is, en die zegt dat een overheid niet verplicht is om een klacht te behandelen als er geen adresgegevens zijn, dat die beter is. Die hebben we altijd al gehad. Het ontslaat de overheid om met heel veel moeite achter adresgegevens te gaan. Het geeft de overheid ook de mogelijkheid om anonieme klachten die ingegeven zijn door overwegingen die niet wenselijk zijn, opzij te schuiven. Dat hebben we altijd gehad. We hebben dat 20 jaar goed kunnen toepassen. Ik zou dat behouden. Maar gaan naar een onontvankelijkheid van de klacht is opnieuw, wat mij betreft, qua toegang een stap te veel. Dat zijn de twee punten die ik voornamelijk wilde maken. Ik wilde ook nog één klein punt illustreren, want dat stond in mijn vraag voor de hoorzitting. Er zit ook in het ontwerp, in artikel 319, een zogenaamde GDPR-uitzondering voor interne audit. Wat is een GDPR-uitzondering voor interne audit? Ja, dat is de mogelijkheid voor interne audit om even adresgegevens op te slaan tijdens een onderzoek en niet verplicht te zijn om met de burger daarover te communiceren. Ja, u zal zien dat ook de Vlaamse regering zelf in zijn memorie zegt, eigenlijk moet dat ook voor de ombudsman. Maar regelen van de ombudsman, zegt de memorie, dat is iets wat wij niet gaan doen hier in het bestuursdecreet. Dat moet het parlement later maar in gang zetten via het ombudsdecreet. Dus ja, ook die bepaling heb ik uiteraard nodig. Een GDPR-vrije zone voor de ombudsman tijdens zijn klokkenluidersonderzoek en andere gevoelige onderzoeken. En ik stel voor, en dat is mijn slotwoord, voorzitter, dat we die GDPR-uitzondering en eventueel samen met een discussie over de toegang tot de ombudsman, mijn eerste punt, dan ook voeren in het kader van een mogelijk initiatief tot wijziging van het ombudsdecreet, maar niet in het bestuursdecreet waar deze bepaling niet thuis hoort, mijns inziens. Tot zover. Zijn er vragen van de collega's voor de ombudsman? Nee? Dan kunnen we nu overgaan tot de uiteenzetting van meneer Peter Kermans en Peter van Humbeek. De voorzitter, geachte leden, vooreerst dank u om ons uit te nodigen. Ik vind het altijd heel belangrijk om onze adviezen door de gelegenheid te hebben om ze te komen toelichten. En we zullen dat dan ook heel graag doen en ook graag, indien u vragen zou hebben, deze beantwoorden.
ons advies, en u ziet dat beeld, een gebouw in stijgers. Het is een beetje het beeld dat we gehanteerd hebben bij onze advisering. Omdat wij vinden dat het onderwerp dat hier vandaag, in dit decreet wordt aangesneden, dat dit nodig was, dat hier een renovatie, zoals we zouden kunnen zeggen, of een echt bouwwerk, dat daar dringend werk van moest worden gemaakt. En vandaar dat we dat beeld ook een beetje aanhouden in onze toelichting vandaag. Want de sociaal partners in de SERF, die tenslotte het advies uitbrengen, vonden het zeer nodig dat die grondige renovatie zou gebeuren. We vinden de Vlaamse overheidsapparaat, bestuurlijke wetgeving, bestuurlijke modernisering is van groot belang. En er zijn heel veel beste praktijken, er zijn recente Europese, internationale regelgeving daaromtrend die inspiratief zijn. Met ontwikkelingen vooral en verwachtingen vanuit de samenleving waar rekening mee moet worden gehouden rond bijvoorbeeld transparantie, participatie, digitalisering, burgerloket, only once principe en al die zaken meer. We vonden het ook een goede zaak hoe de aanpak werd genomen met een groen en een witboek. We hebben dat vroeger zelf nog belangrijk geacht in onze advisering, dat dit op die manier zou gebeuren, ook bij andere decreten. Het bestuursdecreet zorgt, het is een goede zaak, dat zorgt voor de codificatie van 12 bestaande bestuurlijke decreten, wat op zich al een prestatie is, met de bijhorende inspanningen voor afstemming, vereenvoudiging en verduidelijking. Maar het is ook wel een aanvulling, zien we, met nieuwe bepalingen die voortvloeien uit, en dan verwijzen we naar de ontwikkeling Groenboek, naar Witboek, uit die consultaties die zijn gebeurd over op een wendbare overheid, hoe dat Witboek werd genoemd. Het betreft dan onder andere bepalingen zaken transparantie, consultatie, participatie, wat ik al zei, maar ook experimentwetgeving, reguliere zones. Een derde aspect dat we positief vinden is dat natuurlijk ook de gelegenheid te baat werd genomen om omzetting te doen van bepaalde Vlaamse regelgeving, maar ook van een aantal Europese richtlijnen. Dus als SERF, sociaal partners, dus ondersteunen echt wel die verschillende vernieuwingen die in dit decreet zitten. Diverse waren ons niet vreemd, omdat we er ook naar verwezen in onze voorafgaande advisering en betrokkenheid daaromtrent. Belangrijk vinden wij ook dat het voorontwerp de onvervangbare, belangrijke maatschappelijke en beleidsmatige rol van strategische adviesraden erkent. En daarbij inspeelt op de inspanning die de SERF en de strategische adviesraden hebben geleverd om mee na te denken over die verbeteringen aan de consultatie en aan de adviespraktijk. Wij zijn dan ook verheugd dat hier en daar ook in het werkstuk werd rekening gehouden met die adviezen, onder meer ook die van de SERF. Maar wat zeggen we ook? Dat het werk, en we verwijzen naar dat beeld, dat is niet af. Het gebouw staat nog wel in de stijgers en wij denken dat er toch nog wel veel werk op de plank ligt. En in die zin zouden we kunnen zeggen dat het bestuursdecreet zoals het nu voor ligt ons een beetje ontgoocheld. We hadden echt gehoopt dat er een paar stappen verder zouden kunnen worden gezet. Op sommige vlakken dan toch zeker. En ik geef twee voorbeelden. Het decreet is beperkt tot een samenvoeging van bestaande decretale bepalingen en wat ons betreft ook een aantal echt goede punctuele vernieuwingen. Maar op belangrijke knelpunten wordt eigenlijk geen antwoord gegeven in dit voorontwerp. Daar wordt straks nog even op verder doorgeboomd. En een tweede is dat in het decreet meerdere bepalingen ongewijzigd overgenomen zijn uit oude decreten en waarbij dan geen rekening wordt gehouden met onder meer en vooral met de digitale evolutie. SERF mist daarbij een meer strategische benadering die de basis kan leggen van voor een Vlaamse overheid die op dit vlak dus van digitalisering, een versnelling hoger schakelt om mee te zijn met de best praktiserende of presterende landen en overheden. En een vierde aspect dat we aanbrengen vandaag, dat is eigenlijk even terugkijken naar ons advies en de reactie daarop van de Vlaamse regering, waar de Vlaamse regering bevestigt dat dit een work in progress is, wat we al positief vinden natuurlijk. En dat blijkt duidelijk uit de repliek die we daartoe hebben gekregen. En we kunnen in die repliek een aantal aspecten naar voren brengen. We zijn natuurlijk tevreden met de aanpassingen die gebeurd zijn op basis van de advisering. Maar er zijn ook, dat stellen we vast, een aantal zaken, zoals ik al zei, die niet werden aangepast, maar waarvan de Vlaamse regering wel uitdrukkelijk stelt dat we een punt hebben, dat er eigenlijk kan akkoord gegaan worden met de standpunten.
maar dat men zegt dat dit niet of geen plaats kent in dit decreet, maar wel elders, bijvoorbeeld via beleidsacties in uitvoering van het witboek of via nieuwe onzinbrief over regelgeving en beleidsprocessen. En daarbij zegt de regering dus dat ze nu niet worden geregeld, maar later zullen worden geregeld. En ze moeten dan, zegt men, zeker ook op de agenda van een volgende Vlaamse regering komen. En dan zijn er natuurlijk dingen waar we geen reactie op krijgen of waar de zaken waar de Vlaamse regering het SERF-advies niet volgt. Dus onze boodschap, en ik geef dan graag het woord zelfs aan Peter van Nunbeek, die wat gedetailleerder kan inzoomen, is vrij, en dit kort samengevat, dat het goed is dat dit bestuursdecreet hier ligt en dat dit gemaakt is. Die codificatie is echt belangrijk en er zijn echt diverse goede vernieuwingen in opgenomen. We zijn ook blij dat het decreet en memorie op diverse plaatsen werd aangepast, naar aanleiding van het SERF-advies. Maar op sommige plaatsen is dat dus niet gebeurd, wat we dan toch wel wat betreuren. En we zijn blij dat de Vlaamse regering bevestigt dat diverse aanbevelingen van de SERF later of op andere manieren eigenlijk zullen worden opgenomen. En we zijn ook vinden het belangrijk dat dat goed kan worden opgevolgd door die diverse betrokkenen en waarschijnlijk ook allicht door dit parlement. Ik ga overnemen voor een thematische bespreking van ons advies. Maar vooraf misschien twee zaken. Dat is dat we zeer te spreken zijn over het gevolgde traject. Ik heb het hier modeltraject genoemd. Dat heeft gezorgd voor veel grotere transparantie naar buitenuit en betrokkenheid dan in vergelijking met veel decreten die tot stand komen. Ik breng het graag in herinnering. Er is een groenboek opgesteld rond bestuur, waar we ook bij betrokken zijn geweest. Er is daar inspraak over georganiseerd via een bevraging online. Ook adviezen van de strategische adviesraden. Er is een witboek gemaakt. Nadien een implementatieplan bij dat witboek. Nu het bestuursdecreet waarover we om advies zijn gevraagd. Maar ook bij het voorontwerp, u zal het gemerkt hebben, het is een bijzonder dik pak. Zit ook uitgebreide repliek op de adviezen en ook een concordantietabelle om de verhouding met bestaande wetgeving te gaan vergelijken. Allemaal zeer belangrijk, denk ik, en dus een pluim voor de regering op deze vlakken. Niet alles is even goed verlopen. We hebben soms ook kritiek gehad, soms ook gevloekt, zoals toen we deze adviesvraag ontvingen in volle kerstperiode met 30 dagen adviestermijn. Dat is natuurlijk bijzonder kort voor zo'n omvangrijk decreet. Maar zoals Pieter daarnet zei, we zijn nauw betrokken geweest in heel het proces. Dat vinden we heel belangrijk en heel, heel knap. Veel van de SERF-ideeën en adviezen hebben ook hun weg gevonden naar dit decreet, wat we ook heel hard appreciëren natuurlijk. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de actieve openbaarmaking van regeringsdocumenten. Dat was eigenlijk al een beslissing, maar staat nu in het decreet zelf. De actieve informatieplicht bij de inwerkingtreding van regelgeving. De uitbreiding van de mogelijkheden om strategische adviesraden vroeger om advies te vragen vanuit de regering. Ik kom daar straks nog op terug. De stimulering van brede consultaties via een consultatieportaal. Wettelijk kader voor experimentwetgeving, reguliere zones. Dat zijn allemaal voorbeelden van zaken die we vroeger hebben gevraagd en die nu in het decreet zitten. En dat we dat heel snel, heel sterk waarderen. De repliek, misschien de impact in cijfers. Impact is geen kwantitatieve oefening, maar ze geven misschien toch een beeld. Op ongeveer 30 plaatsen, of nee, 30 van onze aanbevelingen zijn verwerkt in het decreet of in de memorie, dus waar het decreet of de memorie is aangepast. 21 van onze aanbevelingen, daarvan zegt de regering, je hebt gelijk, maar we gaan daar nu niks mee doen. We gaan dat later of elders regelen. En op 41 van onze vragen of opmerkingen, die zijn niet weerhouden, meestal met een met duiding. We zijn het niet noodzakelijk eens met die repliek, maar het primaat van de politiek geldt hier natuurlijk. Dus we kunnen het ook oneens zijn over sommige zaken. Ik ga verder inzoomen op een paar thema's eruit gelicht. Op hoofdlijnen, ik kan moeilijk alles bespreken. Maar een eerste thema is uiteraard alles met wat te maken heeft met adviesplicht en adviesprocedure. We vinden het heel belangrijk dat, zoals er net al gezegd, de strategische adviesraden naar waarde worden geschat in dit decreet. We hebben ook de kans gehad om met de Vlaamse overheid constructief mee na te denken over verbeteringen. En een aantal daarvan zijn ook opgenomen in dit decreet. Waaronder die raadpleging in een vroege fase en de rol die adviesraden kunnen krijgen in het interactief beleid van de Vlaamse regering. Nu het
Het oorspronkelijk voorontwerp dat we voor advies hadden gekregen, neigde een beetje naar regulitis. Op dit punt er stonden verschillende zaken in die volgens ons veel te ver gingen. Niet alles moet ik het daar geregeld worden. Er waren ook wijzigingen aan bestaande regels zonder meerwaarde en ook de onafhankelijkheid van de adviesraden kwam in gevaar. Dus we zijn heel blij dat de regering op een aantal van die dingen het advies heeft gevolgd. Hè. Ik geef bijvoorbeeld een paar voorbeelden. Wij zouden ook vallen onder de communicatieregels van de Vlaamse overheid, waardoor wij politiek neutraal zouden moeten communiceren. Dat is natuurlijk heel moeilijk als een adviesraad die kritiek moet kunnen hebben op de regering. Of bijvoorbeeld de werkcommissies, stond er in de vorige versie, dat het voorzitterschap van zo'n werkcommissie, dat een lid van de raad moest zijn. Ja, bij ons op de SERF, die werkcommissies worden voorgezeten door iemand van het SERF-secretariaat. Dat is interne keuken waar eigenlijk de regering zich niet moet mee moeien, volgens ons. Ook het werkprogramma stond erin, moet goedgekeurd worden door functioneel bevoegde minister. Ja, uiteraard is dat een inbreuk op de onafhankelijkheid van de adviesraad. Dat zijn allemaal dingen die aangepast zijn. We zijn daar heel blij om. Raadpleging in vroege fase moeten we misschien wel even toelichten. Dus dat is een belangrijke vernieuwing in het decreet. Dat was niet gemakkelijk, ook bij de sociale partners, maar we hebben daar zelf toch ook voor gepleit, al verschillende jaren. En de reden, voor alle duidelijkheid, de regering kan, dus wat staat er in het decreet, dat is dat de regering ook voor de eerste principiële goedkeuring van een dossier advies kan vragen aan een strategisch adviesraad. Voor alle duidelijkheid, dat kan vandaag ook. De SERF en andere raden kunnen door de regering, door de minister en door de parlementsvoorzitter om advies worden gevraagd. Dus dat kan vandaag ook. Het verschil is dat in dit decreet staat dat die adviesvraag voor de eerste principiële goedkeuring ook voldoende is om te gelden om te voldoen aan de adviesverplichting die die tot hiertoe geldt. Voor strategische uitvoeringsbesluiten en voor voorontwerpen van decreet. We hebben daar zelf naar gevraagd omdat we denken dat daardoor de impact van de adviezen kan vergroten. De politieke compromissen zijn dan niet noodzakelijk allemaal gesloten, wat nu soms een probleem is, waar onze impact minder groot is. En een voordeel voor de regering is dat een dossier nog maar 2 in plaats van 3 keer op de regering moet komen. De eerste principiële goedkeuring wordt dan eigenlijk het advies aan de Raad van State. We vinden dat dus nuttig. We hopen dat daar gebruik van gemaakt worden, dat we zo meer impact hebben. Maar er zijn wel 2 belangrijke randvoorwaarden aangekoppeld, die ook in de memorie van toelichting zijn opgenomen, maar ik denk dat het belangrijk is dat het parlement dat ook goed opvolgt. Ten eerste dat het decreet of besluit waarover we om advies worden gevraagd voordat het naar de regering gaat, dat dat ook een deftig werkstuk is en niet half afgewerkt. En ten tweede dat op het moment dat, dat het stuk dan finaal aan de regering wordt voorgelegd en aan de Raad van State, dat daar niet ineens heel nieuwe hoofdstukken in staan en heel nieuwe zaken waarover de raden niet om advies zijn gevraagd. Dus dat moet wel bewaakt worden. En ik denk heel belangrijk, en dat misschien vergt dat ook een aanpassing van het reglement van het parlement, is dat natuurlijk de stukken waar wij om advies zijn over gevraagd, dat jullie die ook krijgen. Vandaag is het enkel het voorontwerp van decreet dat op de regering is goedgekeurd dat in de parlementaire stukken zit. Als wij adviseren over een stuk dat niet op de regering geweest is, ja, dat stuk moeten jullie wel hebben, want anders ga je het advies niet kunnen volgen. Dus als dat goedgekeurd wordt, dan denk ik wel dat er een aantal reglementen of praktijken moeten aangepast worden. Op vlak van conceptnota's is er, dat is een tweede mechanisme, om in een vroege fase te gaan adviseren, waar we ook vragende partij zijn voor geweest. We hebben daar trouwens op vraag van het parlement in 2011 een advies over uitgebracht, over groen-witboeken en conceptnota's. Een aantal strategische adviesraden waren de vragende partij om dat de regering verplicht zou worden om over conceptnota's advies te vragen. Wij zijn niet zo ver gegaan met de SERF. Conceptnota's zijn toegevoegd in de bevoegdheden van de strategische adviesraden en dat is een goede zaak. Wat dan wel belangrijk is, vinden we, is dat conceptnota's worden gebruikt waarvoor ze eigenlijk bedoeld waren. Dat is om transparantie te creëren en consultatie te creëren, maatschappelijk debat in het parlement met de stakeholders en zo verder. En we zien de laatste tijd toch dat de regering die conceptnota's meer en meer gebruikt, niet als een consultatiedocument, maar als een soort beleidsverklaring, een soort finalisering van een politieke discussie, een beslissing eigenlijk. Repliek op adviezen. In de memorie van toelichting staat dat de regering strenger zal toezien op de repliek
op haar eigen repliek eigenlijk. Dus dat vinden we wel een goede zaak. Wat dat wij eigenlijk ook in het CERF-advies hebben gevraagd, is dat de regering, dat is iets nieuw, en de regering is daar niet op ingegaan, dat is dat de regering ook verplicht zou worden om repliek te geven op adviezen op eigen initiatief. Als een adviesraad, zoals de CERF, een advies geeft op eigen initiatief, dan steken we daar tijd in, dan gaat daar veel studiewerk naartoe, dan wordt daar veel kapitaal op ingezet. Dus we doen dat niet voor ons plezier. Ja, dan denken we dat het wel zinvol is dat de regering daar ook op reageert. In Nederland is dat bijvoorbeeld het geval. De regering is daar niet op ingegaan. Wat een beetje bizar is ook, want u zal ook gemerkt hebben dat er een nieuw instrument is van meldingen of voorstellen. Dus aan de burger wordt de mogelijkheid gegeven om voorstellen te doen om wetgeving te gaan verbeteren. En op die regeling is wel een verplichte terugkoppeling voorzien. Dus al lachende zouden kunnen zeggen, in de toekomst, als wij een CERF-advies geven, kunnen we het misschien indienen als burger, dan zijn we zeker dat er repliek komt. Maar als we het als adviesraad indienen, dan is er blijkbaar geen repliek. Dus dat is een beetje een rare situatie. Wat adviestermijnen betreft, is er ook iets waar we van mening verschillen met de regering, waar we eigenlijk de regering niet goed begrijpen. Het SAR-decreet, dus in het SAR-decreet stond dat we in de regel op 30 dagen adviseren. In het nieuwe decreet is dat geworden, wij strategische adviesraden brengen advies uit op 30 dagen, punt. We hebben geadviseerd, in de regel zit dat er terug in en de regering is daar niet op ingegaan. Wij denken dat dat belangrijk is, want wat men vergeten is, denk ik, is dat niet enkel de regering ons advies kan vragen, maar ook de parlementsvoorzitter bijvoorbeeld, ik heb het al gezegd, dat ook in uitvoering van Europese richtlijnen soms langere periodes zijn, bijvoorbeeld voor beleidsplannen, 60 dagen of zelfs 90 dagen. Waarom die flexibiliteit daar niet in opgebouwd is, dat je zegt, in de regel 30 dagen, maar de regering kan ervan afwijken, naar boven of naar beneden, dat is ons een raadsel. Dat waren een aantal misschien punctuele zaken rond adviesplicht en adviesprocedures. Ik kom op een tweede blok en dat gaat over beleidsprocessen, consultaties en beleidsevaluatie. We verwelkomen dat in de titel, in het decreet dat daarover gaat, dat er heel veel goede principes en vernieuwingen in zitten, zoals die actieve informatieplicht, het principe van maatwerking, de communicatie richting doelgroepen. Rond inclusie staan er dingen in, dus inspanningen om moeilijk bereikbare doelgroepen te gaan bereiken als je over wetgeving communiceert. De actieve openbaarmaking van regeringsbeslissingen, het centraal consultatieplatform, allemaal voorbeelden van zaken die heel belangrijk zijn. Nu, de bijkomende aanbevelingen die we in ons advies hebben gedaan, op deze punten heeft de regering eigenlijk gezegd, je hebt een punt, je hebt gelijk, maar we gaan het decreet niet aanpassen. We gaan dat later bekijken in de omzendbrief rond beleids- en regelgevingsprocessen. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Daar is iets voor te zeggen, om dat niet alles in het decreet te regelen, maar we denken toch dat op een aantal punten er ankerpunten kunnen genomen worden of gezet worden in dit decreet. En een eerste voorbeeld daarvan zijn principes en richtlijnen voor consultaties. Die principes voor consultaties die bestaan. Ook het parlement is daar hard mee bezig geweest, denk ik, via resoluties en conceptnotas. Die bestaan. Er is ook een consultatiecode waar die in staan, de Vlaamse overheid. Het ARUS-verdrag staan een aantal consultatieprincipes. En men heeft wel drempelvrees precies om dat in te schrijven in dit decreet. Nochtans, voor communicatie bijvoorbeeld, zijn er wel principes opgenomen in dit decreet. Dus waarom zou dat niet kunnen? We denken dat dat het consultatiebeleid en de praktijk zou kunnen versterken. Een tweede punt, ik heb het er net al over gehad, de figuur van meldingen. Dus de burger krijgt recht om meldingen te doen of voorstellen te doen over beleid en wetgeving die niet werken in de praktijk of voordat men zaken anders zou willen regelen. Heel goed, maar we denken dat dat marginaal geregeld is. Er is bijvoorbeeld geen registratieplicht. En wat wij ook hebben voorgesteld, is dat er een soort jaarlijks rapport zou zijn vanuit de Vlaamse overheid van welke meldingen dat door die burger zijn gebeurd in de loop van een jaar. En dat dat rapport aan het parlement zou overgemaakt worden. Zoals dat vandaag eigenlijk in het voorontwerp decreet om bestuurlijke handhaving, dat vorige week vrijdag op de regering geweest is, waar we ook over geadviseerd hebben, staat zo'n bepaling in dat de handhavingsactoren dat die zo'n rapport zouden moeten maken over de problemen die met de
wetgeving die ze tegenkomen en een rapport ook overmaken aan het parlement. Wel, voor dit zou dat ook heel nuttig zijn, dat de meldingen die de overheid krijgt, dat aan het parlement wordt overgemaakt, is een input voor decreetsevaluatie, denk ik, door het parlement. Is niet geregeld. Wat ook niet geregeld is, is de verplichte publicatie van beleidsevaluaties. Dus er is voorzien dat er een centrale website is van de Vlaamse overheid. Wij dachten dat het een goed idee was om de Vlaamse overheid te verplichten om beleidsevaluaties die zijn uitgevoerd of die lopende zijn, om die ook verplicht te publiceren. Ook voor het parlement kan dat een interessante vertrekpunt zijn voor de decreetsevaluatie. En dan een laatste punt, ook heel belangrijk vinden we, gaat over het hoofdstuk planning en rapportering in dit decreet, waar we ook wel op onze honger bleven zitten. Eigenlijk regelt dit decreet, het gaat over planning enkel de ondernemingsplannen van de agentschappen. Hier wordt volgens ons een grote kans gemist om de strategische beleidsplanning beter te verankeren, decretaal. Ik geef een voorbeeld. Vandaag is er ook een decreet duurzame ontwikkeling. Eigenlijk is dat een bestuurskundig decreet, want dat gaat over participatie. Maar gaat ook over, er zat ook een bepaling in dat uiterlijk 10 maanden na de eetafvlingen van de Vlaamse regering er een strategie duurzame ontwikkeling moet voorgelegd worden aan het parlement. Deze regering heeft daar de visie 2050 van gemaakt. In die 2050-visie staat ook er te zien, ik zal ze voorlezen, dat de regering het nodig vindt om over te stappen van de huidige 5-jaar-planning in de beleidsnotas naar een legislatuuroverschrijdende lange termijn aanpak. Wel, we dachten dat dit decreet een goede aanleiding was om zo'n dingen te gaan verankeren. Ook de praktijk van beleidsnotas en beleidsbrieven, we hebben daar in een advies van 2014 al over doorgeboomd. We denken dat die praktijk kan verbeteren, maar die discussie wordt nu niet gevoerd en is ook niet gevoerd in de context van dit decreet. Dus denken dat daar verschillende wijzigingen of verbeteringen aan mogelijk zijn. Zoals gezegd, de Vlaamse regering heeft gezegd, je hebt gelijk of je hebt een punt, maar we gaan dat nu regelen. We gaan dat allemaal opnemen in een nieuwe omzendbrief, beleidsprocessen en regelgevingsprocessen. Ik heb hier opgesomd wat de regering heeft aangekondigd, wat daar allemaal zou in komen. Dus dat is een wijziging van de bestaande omzendbrieven. Dat zou nog deze legislatuur gebeuren en dat is best wel een dik pak. En ik denk dat het ook belangrijk is dat het parlement daar goed mee naar kijkt. Wat gaat de regering daar nog allemaal in regelen? Dat is repliek op de adviezen op eigen initiatief. Dus niet via het decreet, is men gezegd. Wij zouden dat liever in het decreet zien. De controle op de repliekverplichting, de principes rond consultaties, de consultatieagenda, de betrokkenheid van stakeholders bij internationale dossiers. Want de adviesvraagverplichting voor internationale verdragen wordt afgeschaft in dit decreet. Naar strategisch adviesraad, de betrokkenheid van stakeholders bij experimentwetgeving, de publicatie van beleidsevaluaties, de zaken rond beleidsplanning, wat ik daarnet heb gezegd, de communicatie van regelgeving, het gebruik van referentiedata voor de inwerkingtreding van regelgeving, dus vaste verandermomenten, zit daar ook in, en de digitalisering van de besluitvormingen van de Vlaamse regering. Volgende punt, organisatie van de Vlaamse overheid. De aanbevelingen van ons op het vlak van de organisatie van de Vlaamse overheid, die werden niet gevolgd. Voornamelijk omdat de regering zegt van ze vallen buiten de politieke afspraken binnen de huidige regering. Ze zullen worden meegenomen in een aantal projecten binnen het witboek bestuur en ze zullen moeten worden meegenomen in de volgende regeerperiode. Iets dat dit decreet zeker duidelijk maakt, is dat er werk aan de winkel is op vlak van die toekomstige organisatie. Het is eigenlijk een kluwe geworden van allerhande instanties zonder visie op die organisatiestructuur. Dat is problematisch. Er is niet echt een lijn in wat er allemaal bestaat en wordt opgericht. En met de nieuwe bepalingen wordt die situatie eigenlijk bestendigd. Dus beleidsdomeinen zijn vaak niet homogeen. Hier staat nog altijd in, beleidsdomeinen zijn homogeen. Het onderscheid tussen departementen en agentschap wordt steeds minder duidelijk. Hier wordt het ook verlaten. De vraag is dan, waarom heb je dat nog nodig? BBB vreemde structuren. We hebben een bijlage opgenomen waar die allemaal zijn vermeld. Dus de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid is helemaal niet transparant. Kan leiden tot versnippering, inefficiënties. Dus dat moet echt aangewerkt worden. En dat was ook een probleem op vlak van toepassingsgebied van heel het bestuursdecreet. We hebben erop gewezen, ook Raad van State. En daardoor is het bestuursdecreet nu wat
die dat toepassingsgebied is in plaats van vooraan, is nu voor elk hoofdstuk opgenomen. Maar dat toont wel aan dat daar dat de harmonisatie die men had beoogd van de toepassingsgebieden, dat dat niet gelukt is. Gewoon omdat het veel te complex is geworden. Wat de regering wel heeft aangekondigd, en dat is wat we ook hadden gevraagd, is als je de complexiteit niet oplost, zorg dan tenminste dat goed gecommuniceerd wordt, bijvoorbeeld naar lokale besturen. Waar vallen zij wel onder, waar vallen zij niet onder? Dat niet in dit decreet aan, maar via een aangepaste communicatie toch door duidelijk gemaakt, want het is echt een kluwe. Laatste voorbeeld of punt is wat het heikele punt van de Vlaamse overheid, denken we. Het gebrek aan coördinatie, de verkokering. Daar bevatte het witboek Open en Wendbare Overheid een aantal ideeën. Daarvan is eigenlijk niets terug te vinden in het voorontwerp of in het ontwerpdecreet. We dachten dat er misschien ook kansen waren om dat te verankeren. Integendeel, alles blijft op niveau van de individuele beleidsdomeinen geregeld. Departementen en agentschappen behouden hun autonomie, ondernemingsplannen en zo verder. Er is geen spoor terug te vinden van zaken zoals flexibele programma's en projectwerking, die delivery units, samenwerkingsprojecten of de rol van het Center of Government, dus van kanselarij en bestuur, om toch een aantal dingen te gaan realiseren. Voorlaatste puntje gaat over burgerloket, once only, ICT en zo verder. Ook daar opnieuw, ik val in herhaling, goede principes en voor digitale procedures, elektronische uitwisseling van gegevens, zeker en vast. De bijkomende aanbevelingen die we op dit vlak hebben gedaan, zijn niet gevolgd, dus geen enkel gevolgd. En eigenlijk de repliek is er niet echt. Hier herhaalt de regering gewoon wat er in de memorie van toelichting staat voor veel van die zaken. Dus we hebben niet echt een antwoord gekregen. Wat vragen we hier? Dat is dat die digitale overheid, u weet dat we met de SERF een groot project zijn bezig geweest rond digitale overheid, dat daar toch een tandje wordt bijgestoken. Als je kijkt naar de Europese index voor digitale economie en maatschappij, waarom gaan we van plaats 8 in 2000, van plaats 5 in 2016 naar 2018 plaats 5? Onder andere op de indicator digitale overheid. Dus we moeten vanuit die bril toch meer kijken naar de teksten ook en zien wat er mogelijk is. En een eerste puntje is dan die digitale overheid. Er zit een heel hoofdstuk in rond ICT-beleid en dat stuurorgaan en zo verder. Eigenlijk de hefbomen waarover dat stuurorgaan beschikt zijn heel beperkt. Het blijft met overleg, samenbrengen, sensibiliseren en zo verder. Maar eigenlijk weinig hefbomen om departementen echt, als het nodig is, de stok boven te halen en te verplichten om mee te doen. Ook zaken zoals een digitaliseringstoets, dus waarin bestaande of nieuwe en bestaande regelingen zou getoetst worden aan de afspraken en normen rond digitalisering, zit niet in het decreet. Ander voorbeeld is het once-only-principe. Wordt vanuit de stakeholders zeer sterk gevraagd. In het decreet staat er nu de mogelijkheid voor een burger om te weigeren gegevens door te geven als die gegevens in authentieke bronnen staan. En op het eerste zicht lijkt dat een stok achter de deur, maar eigenlijk bestraft de burger zichzelf daarmee. Als je een vergunning nodig hebt of een subsidie en je zegt van ja, ik geef het niet, want je hebt het al. En dan gaat je gewoon langer moeten wachten, dus dat is niet echt een oplossing voor het probleem, denk ik. Dus voor een stukje is dat een lege doos. We verwijzen ook naar de recente audit informatiemanagement, denk ik, dat ook in het parlement besproken is geweest, waar heel duidelijk blijkt uit analyses van Audit Vlaanderen dat vlak van once only heel veel departementen nog niet ver genoeg staan. Dus we dachten ook dat daar op dat punt misschien iets meer kon gebeuren. Onder andere om hergebruik van informatie mogelijk te maken, ook los van authentieke gegevensbronnen. Nu is het enkel gekoppeld aan authentieke gegevensbronnen. Bijvoorbeeld persoonsgegevens, als je die iedere keer moet invullen. Of dossierstukken, verantwoordingsstukken die sowieso publiek beschikbaar zijn. Waarom moet je die iedere keer toevoegen? Dus op vlak van administratieve vereenvoudiging. En dan een laatste puntje gaat over digitalisering in procedures. Dus dat gaat over toekomstbestendigheid eigenlijk. En daar twee voorbeelden van. Een eerste voorbeeld is dat we het belangrijk vinden om in het decreet, we hebben dat genoemd, technologie-neutrale formuleringen te gaan gebruiken. Ik heb zelf
in mijn beginjaren op de SERF heel hard gewerkt rond milieuwetgeving. En dat is een principe dat daar in ingeschreven is, dat de overheid geen technologieën voorschrijft. En als ze toch een technologie voorschrijft, dat je als ondernemer kan bewijzen dat je op een andere manier het doel ook kan bereiken. Als je technologieën gaat voorschrijven, ga je eigenlijk de innovatie beperken. We denken dat dat hier ook heel belangrijk is. En dat is niet gebeurd. In procedures wordt nog altijd gesproken van communicatie via brief, via e-mail of via webformulier. Dat zijn de drie manieren. Maar we weten niet wat binnen 2 jaar wat er mogelijk is. Misschien bestaan er dan apps, is de overheid daar ook mee bezig en dan ga je die decreet moeten aanpassen. Dus we denken dat je mag dat laten staan per brief, e-mail of webformulier, maar zit er alstublieft zo'n bepaling in, zoals ook in de milieuwetgeving staan, dat alternatieven kunnen als die hetzelfde doel bereiken, namelijk dat die gegevens duidelijk zijn, correct en zo verder. Dus daar moet toch eens op nagedacht worden. Ik verwijs ook naar de initiatief van het parlement rond digitalisering, blockchain en zo verder. Ik denk dat er vanuit dit parlement misschien op dat punt ook een aantal aanpassingen aan het decreet kunnen voorgesteld worden. Een ander voorbeeld gaat over termijnen. In een aantal of verschillende procedures zijn gewoon overgenomen uit het verleden. Decreet uit 2011 bijvoorbeeld, met termijnen. We denken dat daar door die digitalisering ook soms termijnen kunnen ingekort worden. Zeker omdat procedures dan soms op andere punten zijn aangepast worden, we ons vragen stellen bij die termijnen. Dus dat is ook een vraag van nog eens na te kijken. We hebben dat niet in detail gedaan van welke termijnen eventueel ingekort kunnen worden. Laatste puntje over openbaarheid en klachtenregeling, maar daar ga ik weinig over zeggen. Dat is ook gespecialiseerde materie. Er staan goede nieuwe dingen in, zoals die doorstuurverplichting bij informatievragen of de bemiddeling. Veel van die zaken zijn juridisch en heel technisch. De regering heeft sommige zaken gevolgd, sommige zaken niet. Hier hebben anderen meer kaas van gegeten, denk ik, dus waaronder de ombudsman. Ik ga het hierbij laten. Nog heel kort het besluit. Zoals Pieter zei, we denken dat een grondige renovatie van het gebouw Vlaamse overheid nodig is. Ik heb daar een aantal voorbeelden aan gegeven, onder andere naar organisatie en zo verder. We zijn blij dat die renovatie is aangevat met dit decreet. Het kan soms grondiger gebeuren. Ik heb daar ook een aantal voorbeelden van gegeven. Er is nog veel gepland. Zeker die omzendbrief die in de steiger staat, er is beloofd dat we als SERF daar zullen bij betrokken worden. Maar ook het parlement, denk ik, is daar een belangrijke speler om daarmee vorm te geven. Dus ik denk dat de werf goed moet opgevolgd worden om te zien dat alles goed verloopt. Dank u wel voor de uitnodiging en jullie aandacht. Zijn er vragen? Ja, meneer Canes. Dank u, voorzitter. Vraagjes voor de vertegenwoordigers van de SERF. Onder andere merkt u op dat het niet altijd duidelijk is als het over milieuinformatie gaat, of dat effectief dan milieuinformatie is of niet. Dat is bekend dat dat, het verdrag van Aarhus is daar een voortrekker op Europees vlak. En soms stelt zich in de praktijk een onduidelijkheid. Heeft de SERF zelf suggesties om dat onderscheid duidelijker te maken? Om welke informatie daar dan onder die verregaande openbaarheid valt? Want ja, ik denk dat ook, u heeft er ook ervaring mee, zegt u. U bent daar begonnen in de SERF. En misschien dat u daar ook nog wel een suggestie kan doen om dat onderscheid dan scherper te maken. En er zijn ook wel vragen over de basisvisie van de organisatiestructuur van de Vlaamse overheid. Is het mogelijk om die basisvisie ook nog wat te verduidelijken? En wat daarin volgens u centraal moet staan in die toekomstige organisatiestructuur? Er wordt ook verwezen naar de verkokering die destijds met het BBB-verhaal heel erg is doorgedrongen tot in het hart van de Vlaamse administratie. En die daar dan de jaren daarna weer voor een omgekeerde beweging heeft gezorgd. In de zin van dat men minder gespecialiseerde agentschappen wilde. Alleen toch in zo'n grote aantallen, dat er een aantal zijn afgeschaft, dat er weer zaken zijn bijeengevoegd. Maar die verkokering
We hebben die ook in het parlement al een paar keer aangeklaagd. Het is misschien interessant dat u misschien daar ook nog suggesties zou hebben om dat aspect van de Vlaamse overheid te verbeteren. Dus wat denkt u dat er absoluut moet gebeuren om tegen die verkokering, zoals ook vandaag de dag nog bestaat, om daar tegenin te gaan? Nee? Oké, dank u wel. Of ja, de antwoorden. Ja. Ja, rond milieuinformatie hebben we inderdaad in het advies gewezen op het probleem. We zijn, en ook op een aantal deelproblemen, maar we zijn niet verder gegaan dan dat. Het is een, zoals u terecht zegt, een gespecialiseerde materie, met ook de ARUS-verdrag, rechtspraak en zo verder. Wij voelden ons niet geroepen om daar echt oplossingen voor aan te reiken. Nog eens, er zijn anderen denk ik beter voor ondergeplaatst. Maar we hebben wel de indruk dat de regering het probleem niet echt heeft opgelost. En dat men daar een beetje heeft rondgefietst. Dus ik zou zeggen, als daar meer informatie rond nodig is, van misschien daar echt specialisten rond te raadplegen. Want dat is echt, ik durf mij daar echt niet over uitspreken. Rond die basisvisie van de Vlaamse overheid hebben we ook het probleem geschetst. Ik denk wat voor de sociale partners, voor de doelgroepen belangrijk is, is dat die Vlaamse overheid transparant is. Dat die structuren duidelijk zijn, dat men weet waarvoor men waar terecht kan. Dat de aansturing ervan duidelijk is. En vandaag is het een potpourri geworden eigenlijk van allerhande instanties. Met overlappende bevoegdheden soms, met aansturingen die niet in dezelfde lijn zitten en zo verder. Het onderscheid departementen-agentschap is een onderscheid op papier. Er moet eigenlijk grote kuis gehouden worden in heel dat apparaat. Dat is natuurlijk niet iets dat je vandaag op morgen doet. We hebben gelezen dat de Vlaamse regering daar ook het voorzitterscollege aan het werk heeft gezet. De Vlaamse overheid gaat er ook voorstellen rond publiceren in de bijdrage voor de volgende regering. We hopen ook als stakeholders bij betrokken te worden en ook academici vanuit het steunpunt bestuurlijke organisatie, dat ze erbij betrokken gaan worden. Maar het is in elk geval iets dat zeker voor de volgende legislatuur op de agenda moet komen als het van ons afhangt. Die verkokering is natuurlijk een van de exponenten van de problemen die er vandaag zijn. En daar denken we dat het witboek bestuur wel goede aanzetten bevat. We hadden een beetje verwacht dat dat ook in dit decreet een beetje zou terug te vinden zijn. En dat gaat dan onder andere over de vraag, zo'n center of government, de horizontale departementen, wat is die hun rol? We stellen vast dat er vandaag veel volk werkt, dat ze daar goede dingen doen, maar zoals daarnet gezegd voor dat stuurorgaan ICT, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel andere zaken, dat die eigenlijk niet de tanden hebben om, of de middelen hebben om echt dingen in gang te zetten of dingen af te dwingen als dat nodig is. De beleidsdomeinen met heel veel autonomie, departementen, agentschappen, heel veel autonomie. Dus hoe ga je die meekrijgen, hoe ga je die op dezelfde lijn krijgen? Ik denk dat dat een heel grote uitdaging is om ook over verder te denken. En een van de oplossingen is na te denken over dat Central of Government, denk ik. Die omzetbrief waar ik er net over sprak, is eigenlijk zo'n instrument van kanselarij en bestuur om die departementen mee te krijgen, regeringsafspraken te maken en zo verder. En we geloven zelf ook wel sterk in wat het witboek noemt die delivery units. Dus dat zijn eigenlijk tijdelijke projectgroepen van ambtenaren die voor een stuk los van de hiërarchie en van de verticale kanalen samen zitten om zaken uit te werken op projectbasis, dus met een duidelijke output. En die dan, als het klaar is, ophouden te bestaan. En we hebben daar goede ervaringen mee. Een van de bekendste voorbeelden, denk ik, is de omgevingsvergunning. Terug dat voorbeeld uit milieu. We hebben 20 jaar gediscussieerd over de integratie van de bouw- en milieuvergunning. Dat is niet gelukt. Tot het moment dat men heeft gezegd, we gaan daar zo'n delivery unit eigenlijk rond oprichten. Met mensen van ruimtelijke ordening, van milieu, om daar rond te werken. Om het traject uit te zetten, ook hier met conceptnota's, een beetje volgens Witboek Groenboek gewerkt, met veel consultaties enzovoort, en dat is gelukt. En het is denk ik die weg dat we op moeten, die delivery units, maar dan gekoppeld aan goede processen, transparante processen, onderbouwd, overlegd, dat zijn een aantal ideeën, maar
Dat is zeker ook iets waar we volgende legislatuur moeten verder op werken. Meneer de voorzitter. Nu, ik heb een vraag bij die bijlagen. Hè. Bladzijde 657, waar u zegt 259 instellingen. Ik sluit een beetje aan bij de vraag van collega Warkennis. Er zijn natuurlijk een aantal instellingen die erin staan die er eigenlijk helemaal niet thuis horen in die lijst. Hè. Ik begin al met het Vlaams parlement. Hè. Die staan in de top 256, staan die op de eerste, op 259 staan die op de eerste plaats. Dat hoort al niet thuis volgens mij. De Vlaamse regulator voor de media, nog een aantal instellingen, die horen daar ook niet in thuis. Dus allee, deze tabel geeft eigenlijk de indruk van alsof dat een, 269 instellingen zijn die, die doelloos rondlopen in het administratieve... Ja, nu doe ik een beetje zwart-wit, maar die een beetje doelloos rondlopen in het administratieve landschap van Vlaanderen. Als ik bijvoorbeeld neem, het Agentschap voor Natuur en Bos heeft er een heel duidelijke functie en valt onder het departement, in dit geval het departement Leefmilieu. Ja, dat heet tegenwoordig niet meer zo. Departement Omgeving. Mm-hmm. Allee, ik denk dat die lijst een beetje moet uitgezuiverd worden. Mm-hmm. Ik vind dat daar een aantal, ik neem maar wat mij bijzonder interesseert, dat zijn de openbaar psychiatrische ziekenhuizen of centra, zowel Geel als Rijkem. Ja, dat is, ik bedoel, die bestaan. Ik denk niet dat u daar enig andere dingen aan kunnen doen. Als er overlappingen zijn, dan zou ik die overlappingen wel graag willen kennen. Ja. Want bijvoorbeeld ook het LRM-verhaal of het PMV-verhaal. Hè, dan zegt u van, ja, ik ken al de dokters niet. Wij kennen ze ook niet, hoor, eerlijk gezegd. We kennen ook niet alle dokters van PMV en LRM. Ik wil alleen maar zeggen, er staan een aantal dingen in die volgens mij dan niet thuis horen. En volgens mij zou die lijst moeten uitgezuiverd worden. Ja, ik ga ze nu niet in detail op binnen. Je kunt bijvoorbeeld discussiëren over het feit dat er nog altijd diensten afzonderlijk beheer zijn. Hè. Ik heb begrepen dat de overheid daarvan af wil. Zo zijn er nog een aantal dingen. Bijvoorbeeld Audit Vlaanderen. Ja, Audit Vlaanderen, dat is een instelling die bestaat op zichzelf. Die is autonoom. Die doet en laat wat zij wil. En ik denk dat het goed is dat ze doet en laat wat ze wil. Dan kun je misschien het rekenen ook nog erbij zetten. Weet ik niet. Nee, maar ik wil maar zeggen, die lijst moet volgens mij uitgezuiverd worden. Zoals die hier staat, vind ik dat niet terecht. Zeg, een tweede vraag die ik toch heb, dat is bij het beroemde artikel waar je er straks op inspeelde, waar het gaat over het voorontwerp. Want dat speelt ook naar de adviesraden toe, artikel 394. Een lid van de Vlaamse regering kan al advies aan de SAR vragen, nog voor de eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse regering. Dat is eigenlijk... Voorontwerp, voordat het voorontwerp komt. Hè? En de redenering die nu gehanteerd wordt is, als er geen fundamentele wijzigingen zijn tussen het advies wat men bij het voorontwerp gegeven heeft, dan komt men daar blijkbaar achteraf, dan zegt men oké, er zijn geen fundamentele wijzigingen, dus we handhaven ons advies. Vindt u dat niet een bijkomend iets? Of wat ik me eigenlijk afvraag, hè, want een omzendbrief die er nu bestaat van de overheid, hè, die werkt nu niet zo. Men voegt dat er eigenlijk aan toe. Wat is daar de meerwaarde van? Ja, misschien eerst over die bijlage. Ja. We hebben die daar gewoon bijgestoken ter illustratie. Dat was eigenlijk zeker niet de bedoeling om te zeggen dat moet hier eenheidsworst worden of dat moet hier gereduceerd worden tot 10 of zo. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon... is opgelijst van wat komt er allemaal voor in de begrotingen van de Vlaamse... ook de begrotingen die hier aan bod komen in het Vlaams parlement. En dan gaat het over heel veel instanties. Dus het was... we hadden het misschien niet mogen doen, die lijst erbij steken, maar het was eigenlijk een soort dienstverlening, zal ik zeggen, naar de parlementsleden om te zeggen, kijk wat er allemaal is, hè, voor zover dat nog niet bekend was. Zonder andere bedoelingen. Wat dat voorontwerp betreft, denk ik dat het belangrijk is om die fundamentele wijzigingen waarover u spreekt, om goed uit te leggen wat we ermee bedoelen. Dus in de memorie van toelichting staat inderdaad wat we ook vragen. Als de regering dus voor de eerste principiële goedkeuring een advies vraagt aan de SERF en wij geven er advies over, is de idee dat daar meer marge is om rekening te houden met het advies. Ik herinner mij terug in mijn beginjaren op de SERF. Minister De Batselier was toen minister van Energie en Leefmilieu nadien.
die stelde regelmatig adviesvragen over decreten voordat het op de regering was geweest. Ik heb dat net gezegd, de minister kan dat, nu ook al. En dan hebben we gemerkt dat er inderdaad veel meer marge is om rekening te houden met die adviezen. Als een decreet al op de regering geweest is, die IKW's zijn doorgegaan, die politieke compromissen zijn gesloten, dan krijgen we formeel of informeel in de wandelgangen soms de opmerking, je hebt gelijk, maar eigenlijk, we kunnen het niet meer aanpassen. Vandaar dat we daar iets in zien van dat organiseren. Als de regering nu met de eerste principiële goedkeuring dan, en vandaag de tweede, het decreet aanpast aan het advies, is dat uiteraard een goede zaak met die bepaling of wat er in de memorie staat van als het decreet stevig wordt aangepast, moet het terugkomen naar advies. Dan bedoelen we daar niet de aanpassingen naar aanleiding van een advies, of op zaken die eigenlijk al in het decreet stonden, maar dat daar plots een heel nieuw hoofdstuk wordt aan toegevoegd. Stel rond dit voorontwerp van decreet dat we erover hebben moeten adviseren en dat het hele hoofdstuk rond openbaarheid van bestuur bijvoorbeeld, dat dat er niet in zat in de eerste, in het decreet dat wij hebben gekregen, maar wel in het decreet dat naar de Raad van State gaat. Dan zeggen we, ja, dat is een probleem, want dat stuk hebben wij niet gezien. Dus die fundamentele wijziging slaat niet op wijzigingen naar aanleiding van een advies, want het decreet was het decreet, maar wel op zaken die eigenlijk daaraan toegevoegd worden, omdat men op die manier natuurlijk ook die adviesvraagplicht kan omzeilen. Dat willen we voorkomen. Dus ik weet niet of dat de zaak verduidelijkt. Maar nog één vraag stellen. Bent u tevreden over de repliek op de adviezen van de strategische adviesraden? Want ik vind dat deze regering, daar wil ik ze toch ook voor feliciteren, toch wel een geweldige inspanning gedaan heeft om nu eens in detail eigenlijk op alle opmerkingen die door de verschillende adviesraden gegeven zijn, om daar, dat is een compleet stuk, hè, die normaal nemen dat op en we horen van toelichten, maar hier hebben ze een aparte tabel gegeven om te zeggen van, hè, want u heeft een overzicht gegeven, 91 of 90. U heeft 90 aanbevelingen gedaan, waarvan er 30 in het decreet of in de memorie aangepast heeft. Dat is toch al een goede prestatie, vind ik, van de regering. Het zijn ooit andere tijden geweest. En wordt of zal worden meegegeven elders later 21 en niet weerhouden, meestal met duiding 41. Maar was die duiding, was dat, zegt u daarvan, ja goed, ze hebben zich de moeite gedaan om dat... Ik denk dat we inderdaad, dat we ook willen zeggen daarnet, de regering willen feliciteren met de repliek voor dit stuk. U zal ook merken met het decreet waar ik daarnet over sprak, decreet bestuurlijke handhaving, dat ook in commissie zal komen binnenkort, denk ik. Dat vrijdag op de regering geweest is, steekt ook een grote tabel met replieken op al die adviezen. Dat vinden we bijzonder aangenaam. Meer van dat, zou ik zeggen. Wel belangrijk is om weten, denk ik, en dat is ook iets wat we zelf als adviesraden wat we in doog moeten houden, is dat de regering in de replieken reageert op de concrete opmerkingen op tekstniveau. De specifieke bemerkingen. Zeggen van, de SERF stelt voor om dat aan te passen en dat gaan we doen. In veel adviezen is er natuurlijk ook meer strategische, meer algemene opmerkingen. En in die tabel wordt daar niet op ingegaan. Ook rond bestuurlijke handhaving. Dus heel goed dat het gebeurt, maar ik denk dat we waakzaam moeten zijn dat die repliek dan ook volledig is. En niet dat men aan cherrypicking doet en zegt van, hier willen we op reageren en op die dingen niet. Dus dat is iets dat we moeten opvolgen, maar dat is iets dat we als raden zelf ook moeten opvolgen. En misschien ons advies ook anders opbouwen of zo. Om te zorgen dat de regering ook op die meer fundamentele zaken toch een uitspraak doet. Maar zoals gezegd, ja, felicitaties. Want ik weet ook dat de Vlaamse overheid, de administratie, daar bijzonder veel tijd heeft ingestoken. En ook de regering om die repliek goed te krijgen. Dus dat is zeker een goed voorbeeld. Nog opmerkingen, vragen? Ja, mevrouw Pira. Kleine vraag. Mijn aandacht werd getrokken door een discussie over twee woorden, beschikken en bezitten. En het gaat dan meer bepaald over de definitie van wat is een bestuursdocument en de gewijzigde definitie eigenlijk. In artikel 1.4 wordt een bestuursdocument omschreven als alle info die in het bezit is van een overheidsinstantie. En hier is de term beschikken vervangen door bezitten. En dan heeft de SERF, geloof ik, daar ook een opmerking over gemaakt, want ik denk dat het ook in de Republiek van de Raad van State terugkomt.
om de draagwijdte van deze wijziging te laten onderzoeken door specialisten. De definitie zou naar verluid niet stroken met de grondwetsartikel 32 en in sommige gevallen kunnen leiden tot onbedoelde ontwijking van de regels in zaken openbaarheid van bestuur. Ik had graag geweten, is dat een werkelijk belangrijke opmerking? Moeten we daar de nadruk op leggen? Maar ik heb ze een paar keer zien terugkomen, vandaar mijn vraag. Ja, voor een stuk dezelfde, helaas misschien hetzelfde antwoord als op die vorige vraag. Ook hier gaat het om gespecialiseerde materie. Dat zijn zaken, want moet ik misschien ook zeggen, voor ons adviezen werken wij uiteraard heel nauw samen met de sociale partners en zijn zij ook die adviezen goedkeuren. Maar wij leggen ons oor ook te luisteren bij andere organisaties, bij specialisten, bij academici waar we mee samenwerken. En dat is ook hier het geval geweest. Dus dit soort opmerkingen is ons gesignaleerd door mensen die er echt meer van af weten. Dus ik zou hier ook zeggen van raadpleeg de specialisten ter zake en ze gaan u daar een hele exposé kunnen overgeven dat ik niet kan. Ik ga misschien foute dingen zeggen op dat punt dus. Nog vragen? Nee? Dan dank ik u voor uw komst en uw uitgebreide toelichting. Het is een heel werk op een lang decreet. En dan kunnen we bij deze de vergadering of de hoorzitting afsluiten. Maar ik zou wel nog vragen dat iedereen blijft voor de regeling van de werkzaamheden. Mag ik u wel vragen dat niet parlementsleden de zaal verlaten?